De kerk heeft ons benaderd. Ze wilden graag iets betekenen voor de Roze Zaterdag. En die gaan voor de tijd een uurtje gaan ze een kleine viering doen. Wij hebben hier vanuit de geloofsgemeenschap en met name ook de dorpsgemeenschap gemeend dat wij als mensen van de kerk daar toch een vorm aan kunnen geven om het op deze manier te kunnen gaan vieren. Iedereen die vindt het leuk en gezellig en er zijn ook mensen vanuit heel veel mensen uit het dorp wat vanavond langskomen. De Lutte is een dorp waar men nog wel nuchter is in zaken. Dat maakt dus ook dat je dit soort festiviteiten ook kunt organiseren. Ja, tussen kerk en homogemeenschap. Tussen de kerk en de homogemeenschap.